The most famous reindeer of all. Charles. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny. Goedemorgen allemaal en welkom bij Vlogmas dag 4 alweer dit jaar. Mijn skylamp staat aan. Ik heb deze lekker nog even uitstaan. Maar ik ga heel even met jullie de adventkalenders gelijk doornemen. Ik ga zo boodschap doen. Er staat niet veel op de planning. Ligt trouwens niet op je trui. Is niet van mij. Nummertje 4. Ik ga toch even het licht aan doen. Want ik zie dus niet veel, maar nu wel. Nummertje 4 zit in het hoekje. Weer van Lore. Oeh, is een hele lichte Colombia heet die. Lekker. Koffie dus. Ik heb gisteren de koffie van eergisteren op. Ik heb er dus vandaag 2 te gaan. Nee, ik ben vandaag lekker thuis. Dat komt goed. Ik heb die van gisteren nog. En die van vandaag moeten er nog op. Maar nummertje 4 en deze moet ook nog. Hier zit geen 4 in. Ook niet, dan zit hij in het bovenste. Ja. Yo, even kijken hoor. Hier zo. Ja. Dit is. Oké. Dit is dus hetgeen waar ik dus niet van hou. Van die nagelstickers. Ik gooi die dingen altijd weg. Want het is gewoon niet. Ik vind daar liefst niks aan. Maar er staat Snow Cute en Snow Fancy in plaats van Show Cute en Show Fancy. Leuk. Cute. Dus vandaag is een iets mindere dag met deze kalender. Maar vooruit. Ik ga schoenen aan doen, want paps en ik gaan boodschappen doen. Dus let's go. Zo, nu ben ik ook iets meer presentable. Ik heb wat make-up opgedaan. Was even nodig. Mijn wenkbrauw een beetje gedaan, een beetje oogschaduw op, mascara, een beetje blush, highlighter. Was echt nodig. Er zat hier ergens nog een soort Labello lippenpas in. Volgens mij was dat dag 2. Juist. Die wil ik even gaan testen. Als ik hem eruit krijg, by the way. Ja, ebbes. Daar stond trouwens op for mistletoe proof kisses. Is wel heel toepasselijk uiteraard. Volgens mij zitten hier glitterjes in. Of het lijkt me zo. Of het is een soort scrub. Of lip scrub. For caring sweet. With caring sweet almond oil. Hey, ik kreeg een berichtje. Ik vind die lip scrubs eigenlijk altijd wel heel fijn hoor. En vaak gaat er dan even een blush overheen. Dat het dan een beetje meer shiny is. That's it. Ik ga geen tas meenemen naar de winkels. Ik heb daar niet zoveel zin in. Dus. Ik ga mijn portemonnee eruit halen. En mijn mondkapje. Er zit eigenlijk wel tegenwoordig zodanig veel in mijn portemonnee. Dat ik toch nog een tas nodig heb. Maar ik twijfel of ik hem mee ga nemen. Misschien ook wel, hoef ik niet zo moeilijk te doen eigenlijk. Dus dat. Het chills is dat mijn Ideal Sweet Nusha. Dit is gewoon achterkant. En ik ga mijn pasje bij de hand hebben. Handig.
Maar ik wil kijken of ik er iets uit kan halen. Maar op zich heb ik deze pasje allemaal nodig. Mijn OV, mijn ID, mijn bankpas, mijn ziekenfonds en... Hoe heet dat? Ja, dat was het. Mijn ID, mijn bankpas, mijn ziekenfonds en mijn OV. Maar dit er passen dus geen vier pasjes in. En dat vind ik een beetje dat ik denk, oh... Nu wel. 3 gaat echt precies goed. 4 niet. Maar op zich, mijn bankpas gebruik ik bijna nooit. Omdat ik met mijn telefoon altijd bel. Dus ik stop die wel gewoon in mijn tas. Maar ik wil sowieso even een tas zitten, want ik ga volgende week even naar Antwerpen waarschijnlijk. Dus dan wil ik ook niet met een grote tas zeulen. Dus ik ga wel even switchen vandaag, denk ik. Maar zien we wel. Ik ga eerst naar beneden en boodschappen doen. Goed, en dan loop ik in één keer in de stad. Ik heb nog een paar dingen te regelen. En ik moet nog heel even naar een dierenwinkel. Moet ik even zitten zoeken hier zo. Maar ik had nog een paar dingen te regelen vandaag. Dus ik heb lekker boodschappen gehaald. En loop nu lekker in de stad. Het is super druk. Er zijn waarschijnlijk ook nog genoeg mensen die cadeautjes voor Sint of Kerst of zo gaan halen. Dus ik ga even mijn dingen doen. Even gauw iets eten snel. Dan verder mijn dingen doen. En daarna een bakje halen. En weer lekker thuis. Goed, ik ben inmiddels weer terug thuis. Ik ben behoorlijk, maar echt behoorlijk aan het inkakken. Ik heb nog tiegelijk veel pijn in mijn benen. In mijn schouder. Alles doet zeer. Ik weet niet wat het echt is eigenlijk. Maar ik ga even mijn bed in. Ik ben de laatste tijd wel weer echt een persoon aan het worden die tussendoor even terug het bed in schiet. Waar ik eigenlijk helemaal niet blij mee ben. Maar goed. Als ik het nodig heb, dan heb ik het nodig. Dus dat. Ik ga dus even mijn bed in. Ik heb net even pijnstilling ingenomen. Omdat ik het eigenlijk gewoon ook steeds minder aan het trekken überhaupt ben qua pijn. Ik klap heel even mijn bed uit. Voilà. Dus nee, ik ben echt wel behoorlijk moe aan het inkakken. En ik loop ook echt dat ik denk van, oh, mijn benen voelen lood. Ik kan niet meer. Dus... ik duik heel even lekker mijn bedje in. Ik ben er even lekker klaar mee. Heel jammer. Maar het weekend is er voor om even uit te rusten. Dus dat ga ik ook gewoon even doen. Dus misschien heel jammer voor de vlog. Maar ik duik er heel even in. Ik heb trouwens geen duivenvoer gevonden. Wat ik dus ook moest halen. Voor de rest ben ik wel geslaagd. Dus dat komt goed. Maar dat ga ik nog even niet vertellen in de vlog. Oké, goed. Even eerlijk. Het is natuurlijk geen vlogmus. Oeh, kippenvel. Om geen kerstvlogmus video's te kijken. Kerstvlogmus video's, ja. Heel duidelijk, Kim. Nee, het gaat er dus... Weet je, iedereen doet dus een vlogmus dit jaar. Überhaupt, net als elk jaar. Het is natuurlijk leuk om gewoon lekker te kijken. Alle video's die al geüpload zijn. Wat ik dus normaal gesproken al heb gedaan. Maar nu nog niet. Dus aangezien ik toch lekker niks ga doen. Ga ik lekker in mijn bed liggen. Vlogmusvideo's kijken. Goed, verandering van plan. Ik ga mijn bed verschonen. Ik heb even wat vlogmusvideo's gekeken. En ik ben het heel even naar Action gegaan. Want die hebben dus nu wel de goede hoeslakers die ik moest hebben. Dus top. Ik weet niet wat ik vanavond nog ga kunnen filmen. Want ik krijg een logé. En die vindt het niet zo tof. Als ik, tenminste voor nu, als ik met een camera ga rondwandelen. Dus dat. Ik ga even, ik heb trouwens een stollapje gehaald. Want ik heb natuurlijk die pot hier staan met, tenminste voor de koffie. Maar,
Ik heb dus nu dit ding gehaald. Tenminste, die vond ik. Dat was 5 euro. Toen dacht ik, nou, meenemen. Die moet ik hebben. Ik ga hem alleen niet opkrijgen. Wacht even. Daar is dus deze supermooie stolp met een deksel erop. Want daar kan ik al mijn koffie naar zien. En dan blijft het tenminste ook gewoon, zeg maar, een soort van stofvrij. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga alle koffiecupjes erin doen. En alle theezakjes. En dan en alle suiker en alles. Gewoon lekker alles bij elkaar. En dan ben ik weer helemaal voorzien. En dan zit alles gewoon lekker dicht. Dus dat. Dus ik ga even op mijn gemak dit doen. Even heel voorzichtig mijn bed proberen te verschonen met één arm. En voor de rest zie ik het dan. Goed, inmiddels heb ik alles opgeruimd. Zo is een beetje schoon. Bedjes weer helemaal opgemaakt. Alles weer gedaan. Overigens zitten weer batterijtjes in. Waar batterijtjes in moesten. Want alles was een beetje op aan het raken. Ik ga heel even mijn vlog editen. En mijn sokken ophijsen. Maar ik moet dus de vlog van gisteren nog editen. Dus dat ga ik even doen. Ondertussen ga ik zo gelijk eten. En een beetje opschieten. Want het is al 6 uur. En om 7 uur stom hier al. Dus opschieten. Dus ik weet verder niet wat ik vanavond nog ga filmen. Waarschijnlijk niet veel. Dus neem het me niet kwalijk als er geen outro of zo in de vlog zit. Maar het is een beetje druk. Zeg maar. Dus ja, ik heb trouwens mijn Like Mish t-shirt weer eens aan. Het is lang geleden dat ik die aan heb gehad. Maar ik vind het alleen nog steeds niet fijn dat dit shirt zo'n hoge borg heeft. Maar goed, maar niet. Ik ga dus nu de vlog even editen van gisteren. Is ook weer niet heel veel, moet ik zeggen. Eigenlijk heel erg hoe weinig het is. Maar geeft niks. In ieder geval was wel een leuke dag gisteren. En dat is duidelijk te zien aan mijn kop. Dus dat is fijn. Ik ga dus dit even afmaken. En dan ga ik even eten. En dan is wachten tot Tom hier is. En dan ga ik denk ik beginnen aan Lego. Want ik heb mezelf even getrakteerd. Klein Sinterklaas cadeautje. Namelijk de Adidas schoen van Lego was vet afgeprijsd. Dus ik kwam hem er net tegen. Ik dacht, ja, dit moet ik nu gewoon meenemen. Het is gewoon nu of nooit. Die prijs was niet normaal afgeprijsd. Dus it's here. Ik heb hem. En ik ga vanavond denk ik al wel een beetje beginnen. Ik kan denk ik niet wachten.